on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk Visje hier weer. En vandaag weer een nieuwe carrière modus natuurlijk in FIFA 15. En ik speel natuurlijk met Fulham. Heb jij nog niet eerder dit gezien, dan moet je er vooral even de playlist natuurlijk terugkijken. En vind je het leuk, wil je dat het weer een beetje vaker online komt? Want ik upload nu heel erg weinig, omdat het ook veel werk is. Iedereen denkt dat het heel weinig werk is, maar het is echt heel veel werk. Doe dan vooral even een blauw duimpje omhoog. Want dat vind ik natuurlijk hartstikke fijn. En ja, plaats natuurlijk ook altijd een comment. Het is ook altijd leuk natuurlijk om te zien. We gaan verder. We gaan inderdaad verder drukken. En stop simulatie. Nou, dat doen we niet. We gaan lekker door. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. We gaan naar zaterdag 13 september, als het goed is. En we moeten eens uitspelen tegen Charlton. Charlton Athletic, als het goed is. En ja, is nog wat in kantoor te melden? Want dat is altijd wel leuk om te zien. Even kijken. Alles gevonden. Ja. Je zegt maar koos. Oké, okay, nou ja, niks bijzonders, dus we gaan gewoon lekker spelen. Dan moeten we eventjes hier naartoe, hè. Wedstrijd spelen tegen Charlton. Daar zitten we dan weer, dames en heren. Yes! Ik heet even Ten Apel en naast mij zit oud-voetballer Jurie Mulder. Jurie Mulder. Ja, even, dankjewel. Op het programma vandaag staat het duel tussen Charlton Athletic en Fulham. We zijn benieuwd wat we gaan, hoe we gaan spelen. George. En ik speel niet zoveel FIFA meer, kan ik even zeggen. De bal gaat. Nee. Oh, een mooie paas. Die komt niet aan. Een beetje aanvallender spelen. Ik vind het altijd wel lekkerder. Een beetje de open spel. Het was eigenlijk niet zo om de bedoeling, maar... Mooie opbouw. Wat is dat voor trap? Ik schiet hem rond. Ik kon keihard in die kruising, wil ik hem raken, maar ja. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Oh! Begin is het halfwerk. Ja, zet er gewoon simpel in. Maar Brian is er wel weer beter. Oké. Ja, en nu? Dat levert gevaar op zo'n schot. Kutbal. Gaat lekker zo. Kom op. Wel verdedigen, jongens. Oei. Oké, lekker kiepie. Ja? Jongens, naar voren lopen. Paas eroverheen. Dat is doorzichtig, jongen, Chris. Jezus, mensen. Oh. Er stond buitenspel. Ja, goed kijken naar de bal. Kom. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Indraaiend rennen. Hey! Kom op! Ah! Het balletje stuitte dan net weg, hè. Dat is echt ook een beetje geluk mee hebben, hoor. Nou, jongens, kom op. Goed kijken. Ik ben niet helemaal gek, jongen. Ja, iets te hard. Beetje rustig aan. Ja. Wat ging je man liggen? In ieder geval lekker voor. Volgens mij. Nee, weinig goals, weinig actie voor de goals ook. Hopelijk wordt de tweede helft beter. Hij loopt een heel end met de bal. Hey,
onderschep. Hoi! Hoi! Oh! En we krijgen een hoekschop. Een redding hoor. Natuurlijk hoog kwam, dus ik had mijn rondje ingedrukt, maar als ik dat had geweten, ja, had ik gewoon die bal, had ik dat niet gedaan natuurlijk. Maar ja, zat het achteraf. Over de vleugel gepaast, hè, Vincentman. De keeper mag een doeltrap nemen. Stug shit. Oké, kijk, dit is hem. Op snelheid. Op snelheid, kom op dan. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. Wat is dat voor aidsbal? No! Oh, gelukkig komt mijn mannetje weer terug, maar wat een dramatische bal van mij. Doelman komt mee voor de corner. Dat is riskant hoor. Oh. Ze gaan echt alles op alles. Oh nee. Nee, verkeerde knop. Nee! Goed gepakt, keeper. Kom op. Ik kom er niet meer uit. Nu kom ik er helemaal niet meer uit. Je gaat erin, hè. Kom op. Come on. En nu een counter. Er is nog maar weinig tijd. Wat een snelheid. Dat moet een doelpunt worden. Hij gaat ervoor. En die zit. Jezus. Slecht ingeschoten weer. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Nou, dat is mooi. Weer 3 puntjes in de pocket. Einde wedstrijd, stand 2-0. Wat zullen deze spelers zich toch voor hun kop slaan, Joeri? Zoveel balbezit en dan toch nog verliezen. Ja, maar ja, kijk, ja. Dat krijg je dan als je dan even op de momenten... Balbezit zegt niet alles, hè? Nog een berichtje? Gesprek met spelen. Mijn speeltijd. Ik wil meer speeltijd. Adam Trackert. Nou, die wil meer speeltijd hebben. Nou, weet je, dan gaan we dat even doen. Ja, toch? Moet een beetje positieve energie brengen natuurlijk naar de mensen. We gaan even kijken waar de volgende wedstrijd tegen is. Gaan we even kijken. Mogelijke posities als bondscoach. Krijgen we wel wat dingen. Volgende keer spelen we uit tegen Rotherham. Ik ben heel eerlijk dat ik niet echt die club ken. Maar... En wat hebben we hier? Mogelijke posities. Even kijken. Ik heb contact gehad met een aantal voetballers. En jouw naam is verschillende keren gevallen. Hey, je weet zelf, G. Dat is mooi. Het is natuurlijk pas je eerste jaar. Dus je hebt al, maar als je niet tot volgend jaar wilt wachten op een rol als internationaal, zou je 1 aanbieding kunnen accepteren als je goed blijft presteren. Ik kan Oostenrijk, Zuid-Afrika. Ja, nou ja. Nou, dat zien we dan volgende keer wel. Ja, toch? Hey jongens, vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Tot de volgende keer. Bye bye.